Kernactiviteiten van BXS zijn techniek, constructie en kunststoffen. Hoofdmoottechniek, logistieke techniek, aangedreven rollenbanen, vrijlooprollenbanen, wat conveyorsystemen, machineaanpassingen, verbeteringen aan productielijnen aanbrengen. Daar liggen onze sterke punten. Wij zitten echt in de speciale staalconstructies. Industrieel, u moet dat zien als luchtbehandelingskasten die 10 meter vrij in de lucht moeten komen hangen. Bij de grotere jongens, daar komen wij voor in aanmerking. Los daarvan ben ik er een stuk handel bij gaan zoeken. Dat heb ik gevonden in de vorm van kunststoffen. In mijn verleden veel met kunststoffen van doen gehad. Kennis opgebouwd op het gebied van kunststoffen. Toen zijn wij als het ware een kunststoffenhandel bij begonnen. Wij zijn in de tussentijd best een grote toeleverancier geworden ook voor de reclamewereld. Wij frezen, omdat we een hele grote freesbank hebben staan, waar platen van 2x6 op gefreesd kunnen worden. Allerlei logo's, letters, allerlei vormen voor de reclameindustrie. Nou, dat is er als het ware bijgekomen. Nou, de kunststof bestaat dus voor een deel uit het handel van halffabrikaat. Wij verzorgen voor de klant ook een stuk eindfabrikaat. Deels door zelf te bewerken en deels door uit te besteden en gewoon het totaal pakketje voor de klant te kunnen leveren. Onze focus op dit moment ligt echt op de kunststoffen. In de kunststoffen is de spoeling wat dunner. Er zijn minder kunststofgeoriënteerde bedrijven, kunststofbewerkende bedrijven. En vandaar dat ik daar vol op in wil zetten om daar een flinke groeistap te gaan maken. Wij zijn voor de reclame-industrie, de automobielindustrie, de attractieparken. We zitten hier natuurlijk bij de Efteling, we zijn er buren van, zijn we toeleverancier van. Klein voorbeeldje, de Vliegende Hollander, het hele kunststofgeleidingsgebeuren wat onder water ligt, dat is mede door ons verzorgd. Het begint met een stuk engineering, een stuk onderzoek. Daarin worden prijsafspraken gemaakt, dan beginnen we daadwerkelijk te engineeren. Daar komen tekenvoorstellen uit. Laten we even als voorbeeld nemen een productielijn. Die komt helemaal vast te liggen op papier. Er komen exacte afspraken met de klanten, wat zo'n productielijn per uur moet doen aan capaciteit. Daarna, als we het daarover eens zijn, dan begint het inkoopproject en het aanmaakproject. Nou, dat is voor ons gewoon slim inkopen. En zorgen dat alles met de beste kwaliteit bij de klant komt te staan. En wat wij dan weer geheel in eigen huis doen, is het in gebruik stellen. Dat doen wij geheel met eigen mensen. Omdat ik gewoon zeker wil zijn wat er moet komen te staan. Wat er zich dient af te spelen, daar wil ik gewoon 100% zeker van zijn dat in de perfectie toe gebeurt. Het voordeel van handel en dienstverlening is dat je heel scherp in kunt kopen. Door middel van de handel, wat wij wat grootschaliger doen, kunnen wij overal betere kortingen afdingen bij onze toeleveranciers. Het grote voordeel daarvan is puur het kostenaspect. Wij kunnen gewoon heel scherp door de bocht. We zijn een kleine, flexibele onderneming. Wij kunnen echt iets voor u betekenen.